Naast mij staat... Leenders Jansen. En u komt uit de kern? Nieuwkoop. Nieuwkoop en Rechthuistoren, denk ik dan gelijk. Ja, het is zo'n duidelijk monument eigenlijk. Hè? Dus je kan er niet omheen. Hoe ver gaat de geschiedenis terug van de Rechthuistoren? Nou, die gaat honderden jaren terug. Eigenlijk moet je de Rechthuistoren niet op zichzelf zien. Het is een restant van iets groters. Vertel. Nou, er was in, op een gegeven moment had Nieuwkoop een heer van Nieuwkoop. En die woonde op een gegeven moment ook in Nieuwkoop. Dat was heel uitzonderlijk, want we hadden wel meer heren en vrouwen van Nieuwkoop. Hè, als hoge heerlijkheid, want Nieuwkoop was een hoge heerlijkheid. Maar hij wilde ook hier wonen. En zij kwam in rond 1618, kwam die, of 1617, ja, 1617, kwam die naar Nieuwkoop toe. Vond geen geschikte woning. En heeft toen een woning laten bouwen. En dat is later bekend geworden. Ik denk niet dat het in die tijd al die naam had. Maar als Hoge Huis. En het Hoge Huis bestond eigenlijk uit twee delen. Het was een woongedeelte. Waar hij dus zelf woonde. En het was eigenlijk een raadhuis. In die tijd noemden ze dat een gemeenelands raadhuis. Het schijnt, we hebben daar wat, wel eens iets van beschrijvingen van gezien. Een vrij gebouw geweest te zijn. Het bestek uit 1618, want toen is het gebouwd, dat is nog bewaard gebleven. En iemand heeft dat toen, aan de hand van het bestek, gereconstrueerd hoe het eruit zou hebben kunnen zien. En je moet je voorstellen, om het even simpel te houden, vlakbij de toren staat nu het raadhuis, het oude, wat wij dan het oude raadhuis noemen van Nieuwkoop. Dat Hoge Huis was eigenlijk tweemaal het raadhuis wat er nu staat. Ook een beetje qua vorm. Het had wel een trapgeveltje, twee trapgeveltjes, twee ingangen en een stoep. En van binnen een grote zaal. Maar ook, en dat is natuurlijk wel weer aardig, ik zei al, Nieuwkoop was een hoge heerlijkheid. En dat betekent dat ze onder andere een eigen rechtspraak hadden. Dus ze mochten hun eigen straffen ook bepalen. En dat deed dan de baljuw met, zoals ze in die tijd genoemd werden, welgeboren mannen. En dat waren in Nieuwkoop, in het geval van Nieuwkoop waren dat er negen. Negen welgeboren mannen. Dat gebeurde allemaal in dat gebouw. Op een gegeven moment moet Johan de Bruin van Buitenweg gedacht hebben van, ik wil ook wel eens over mijn gebied heen kijken. Dus heeft het 10 jaar later, 1627, de gevelsteen zit er nog in, de toren laten bouwen. En zodoende is dus die toren daar gekomen. In de loop van de tijd is het Hoge Huis in verval geraakt. En het is in twee fases afgebroken. En dat is allemaal de eerste keer in 1816 en de andere keer in 1859. En toen stond alleen nog die toren daar. En zo is de toren tot de toren geworden. En zo is de toren tot de toren gekomen. Ja. Waar wordt die tegenwoordig voor gebruikt? Nou, de Wereldwinkel zit erin. Hij wordt sowieso gebruikt voor bezoekers, veel toeristen. Want je kunt sinds enkele jaren al naar boven toe. En dan zie je dus eigenlijk hetzelfde wat Johan de Bruin in die tijd zag. Je kan natuurlijk heel ver kijken. Hè? In dit geval kun je naar de Arena kijken. Je kan naar de Dom in Utrecht kijken. Nou, noem maar op. Het is een prachtig gezicht. Nieuwkoop zal nooit zonder toren worden. Nee, hoewel er ooit wel stemmen geweest zijn, ook al lang geleden, om hem af te breken. Omdat hij op een gegeven moment, en dat is ook wel een interessant verhaal natuurlijk, stond hij heel scheef. Hij was 80 centimeter uit het lood. Nou, dat is behoorlijk. En dat kwam met name omdat hij stond op de fundering, deels maar, van het Hoge Huis. Want dat stond er natuurlijk eerder, 10 jaar eerder. En een tweede reden was dat er het grondwaterpeil dat zakte. Dus de palen die kwamen boven het water uit. Dus dat ging rotten. En toen is hij scheef gekomen staan. En toen is er een gemeente... hoe heet dat? Frans Pietersen. Die is toen die was gemeenteopzichter. En die heeft hem toen rechtgezet. In 1927. Dus dat was een hele operatie? Dat was een hele operatie. En dat schijnt hij dus gedaan te hebben met zestal vijzels. Maar dat was een enorme goede klus natuurlijk.
In die tijd zeker. Het heeft resultaat opgeleverd. Ja, volgens mij staat hij nog steeds redelijk recht. En in de oorlog zijn die bij de beveiligingsfeesten te hebben staan schudden. En zodoende het feest. En zodoende het feest.